Dames en heren kijkers, goedenavond en welkom bij deze gloednieuwe aflevering van Plinchong. Plinchong betekent niets anders dan de schijnwerper of de spotlight. En hedenavond hebben wij in de studio de bekende kenner van de Oosterse geneeswijze, oftewel de traditionele Oosterse geneeswijze. Met hem gaan wij luchtig babbelen en dat hij straks ook uitleg gaat geven omtrent de medicijnen die nodig zijn voor bepaalde ziektes, etcetera, etcetera. Natuurlijk, keselamatan, ingok tuiki, marang poro pemirso, sing tansa tak kormati. Iki sambungan nomor 35, bab Plinchong liwat songko Bersatu Televisi. Ing wektu iki, aku kedayuan Mas Stanley Santares, iku salah sijine ahli sing duweni kedunungan, sing duweni kawero kanggo gawe obat utawa gawene lindungan marang sapa wae ya para pasien utawa klien sing butuhake pitulungane Mas Stanley Santares kanggo nambani obat leloro ya obat kanggo nambani leloro. Lah mengko bisa apa iki mau ngrungokake apa sing diaturake ya diprinci-princi amarga Mas Stanley nggawa sak wernane obat ya kanggo apa hernia apa prostat apa wis apa wae dheweke duweni kaweruh amarga ya iku miturut research miturut penelitian nganti duweni pengalaman luwe akeh nganti duweni kaweruh luwe akeh ananging senajan duweni kaweruh ya apa iku dibandingake lan dicocokake karo utusane tuan dokter nak basa Inggris ngomongake match iku terus dibandingake kepiye sing dibutuhake dening para pasien kepiye anggone pasien iku ngalami leloro lan sak pitrute lan Mas Ten ya ora ngawur tegese mo ana lindungan ana buktine kanggo nggawe obat lan dosering iku mo akehe pira la iku ya miturut laporan saka ngene tuan dokter ayo dirungokake aturane Mas Stanley Santares ya saka negara Suriname sing wis kenal ya ngerti iku putrane Ibu Khadijah Paimo lan maune manggon nang Antillen iki ya isih duweni tempat utawa panggonan nang Antillen ananging nang kene kepeksa nyambut gawe nang kene kanggo ngrewangi para apa iku mau sapa wae sing padha ngalami loro iku miturut apa sing digawe tujuan dening ibune ibune mau ngulungake kawruh ngulungake kelonggaran supaya ne bisa diterusake. Mas Dan, goedenavond and welcome. Ya, goedenavond. Piye kabare? Oke. Oke, aku Bunga. Iki mau ya rada suwi anggone ngenteni amarga ana karepotan ning dalan lan sing gawe apa iku liputan iki ya perlu dinteni dening wak dhewe. Inleiding zo net aangegeven dat je de kennis hebt over de traditionele Oosterse geneesmethode of geneeswijze. Maar alvorens dat te doen, wil je dan onze kijkers vertellen wie Stanley Santares is en wat voor activiteiten hij ontplooit. Alsjeblieft. Gezond, jongens. Ook goedenavond voor de kijkers. Mijn naam is Stanley Santares. Geboren in Suriname. Zoon van Ibu Khadijah Paimo. Toen konden wij wel gedacht aan. De reden dat ik ben uitgenodigd, gaat een beetje Javaans, Surinaams en zo. Dat ieder kan ook een beetje begrijpen. Maar ik wil gewoon toe kon en maar ket mien tikon apa aku ada peteko in Suriname leng volg kepinterane sing obat-obat
Chaman Bien. Zo, dit werk heb ik al nu in totaal Akuling Rewang Yuwong Michet op Oewood is al 39 jaar. Maar alleen onderzoek Oepaard is al 10 jaar. Dus 10 jaar lang onderzoek ik alleen maar de Javaanse medicinale kruiden. Ik wil alleen bij een chaman bien, bambane, de weling ga ben bien. Ik ga bij zijn tak tulisi, zijn tak kule. Ik in totaal ik in to 33 soorten. Die Javaanse medicinale kruiden, ik wil bambane, die wil ik tak tulis, tak dokumenter ik wil. Ik wil buku sing cilik wae ngene iki. Maar iki soso nggih wae wae ku TV omdat daarin schrijf ik heel veel. Dus op de vraag van Pak Does, dus wat ik doe en dan leg ik een beetje uit in het werk wat ik ook doe. Dus dat zo een beetje Pak Does. Ja. Oké, maar Stan, ik heb in de tijd ook jou gevolgd en ik had ook eerder jou geïnterviewd bij Garuda. En nu is het zo dat je kennis ruimer is geworden, dat heb ik mogen meemaken. En hoe je medicijnen produceert en van waar heb je die kennis? Oké. Even een correctie op dat dus. Wij mogen niet praten over medicijn. Wij mogen praten over kruiden, thee. Ja. Oh, okay. Ja, omdat het woord medicijn is meer voor de farmaceut. Ja. En als ik praat over kruiden, thee, is van de traditioneel. Oké. Dus dat is het verschil wat men ook moet weten. Oké. Na het je opaat. Ja, wij opaat sembarangiko, wij medicinale plantiko. Wij praten in het Surinaams en het Nederlands. Kruidentee. Wij praten weinig over medicijnen. Dus hij is voor zich. Oké. In die 10 jaar dat ik terug ben uit de Antillen en ook uit Nederland, maar hij die Chamo heeft gemaakt, tot de dag van vandaag, dat is 10 jaar geleden, heb ik gevraagd: Emma, laat ik hem weer Chamo doen. Wat gebruik je? Heeft Mae al die temoe opgenomen, stuk voor stuk. Toen ben ik gaan onderzoeken in Saramaka, in Kommerwijnen, in Lididorp en ook in Mana en Sinamari, waar 1500 Javaanse immigranten naar die kant zijn verhuisd, voor onderstelling dat ze terug zouden keren naar Indonesië, is nooit gebeurd. Heb ik totaal 33 soorten medicinale kruiden. Ik hoor, ik want jou wel. En ik heb allemaal herplant. En daaruit heb ik meer dan 27 soorten medicinale kruiden gemaakt voor Loro Opawai. Ja? Dus zo ben ik begonnen 10 jaar geleden. Ik heb dat onderzoek hoe dat toelist. Daarna, aku leng mangone anteliku. Daar is er weinig medicinale kruiden van de Javaanse afkomst. Dus je kan ook niks doen. En toen ik terug ben gekomen, ben ik allemaal gaan onderzoeken. En werkelijkheid. Daar heb je een tuin. Ik heb een tuin, ik heb een botanische tuin, omdat ik zelf onderzoek doe. En ik heb weer chai en een wordt nog pitu. Dus gember. Gember, 7 soorten gember. En dan Laos, en dan Nanam, 6 soorten Laos. Op een beetje kuneer en dan Wano Wolu. Zelfde kleur? Ora, verschillende kleur. Daarom heb ik een speciale boek wat ik heb zelf gemaakt, gedocumenteerd. Dit is niet in de publiciteit. Om alles bij te houden. Meestal is kuneer geel. Ja, meestal is kuneer geel. Maar na wang lengemang akun gawe chamu, dan vraag ik altijd, ik wil 3 soorten temu horen. Dat is de tumu kunchi,
temu senggir, karo temu kiring. Dus temu lawa komer komer niet bij. Er komt bij, maar deze zijn de drie temu die zeldzaam. Oké. Dus orang eneng langsir nama mana. Maar ik heb gepland. Van waar is hij afkomstig? Temu kiring heb ik van Lelydorp. Temu senggir, karo temu kunci wae Sinamari. Sinamari wae Franse kan. Frans Guyana. Ja. En de rest, temu lawa, temu ireng, puyang, puyang aroma, pengle, ibu kape, inter, intok nang kene mar jaman saiki. Selongko. Wes ora eneng, oke, okay, wes enggak foto nandur mene. Iya, iya. Ya. Iku temu lawa, temu ireng iku nek ning kebon sejatine iku mau sajake apa iku kaya onkro itu. Mulane dipateni to. Ya, amdat wong enggak ngerti. Susu jaman biyen iku wong ning dukun iku ngerti iku temu lawa karo temu ireng. Mar eneng vier soorten temu met dezelfde bladeren. Iku temu lawa, temu ireng, temu senggir, karo temu putih di dezelfde blad. Oke. Okay. Dus aku nggak ngerti dan sih het verschil niet. So, pengle, cahe merah, cahe hebben hetzelfde blad. Dus je weet niet of het pengli is, of chai merah, dus rode gember, of die gewone chai. Allemaal hebben hetzelfde. Dus die onderscheiding moet je kennen. Dan ik ook kap, heb ik mijn foto, dat toelees, zo ziet de wortel uit, zo ziet het kap, dat toelees, stuk voor stuk. Oké, maar Sten, je hebt verschillende flesjes in hetzelfde formaat naar hier toe gebracht, maar verschillende inhoud. Ja, als ook enveloppen met capsules, misschien kan je meer daarover vertellen. Oké, okay. Bijvoorbeeld, na wong toko, Pak Stanley, aku nduwe yeh. Ya, so, oke, okay, belangrijk. Ya, na nduwe yeh iku, kue ora sumar ngawe obat yeh. Kue punya ngerti, sebabnya, yeah. What is the oorzaak? Ik wil naar de koning gaan, dan zijn ze verplicht. Dan kunnen we een soort intake. De intake formulier moeten ze vullen. Okay. Misschien kan je ook de onderwerpen, dus de items die je moet invullen voor de kijkers lezen. Oké, de naam. De voornaam, het adres, beroep, telefoonnummer. Het is wel nodig voor die intake. Ja, bij een man, bij een vrouw, geboortedatum. Wanneer is de consultatum en wie is je huisarts? In deze intake staat geschreven: omschrijf hieronder in korte bewoording de aard van je klachten. Wanneer doe je, oké? Pas Stanley, ik doe je. Ze zeggen aan je. Waar zijn de klachten? Dus er is een tekening hier. Oh, kinneloro, tenkeloloro, ziekeloloro. Ik wil je, dus die kruis aan. Dus ik wil trompariko, staat ik al niet. La, het kapang vinden loro ik hier. Hoeveel jaren al? Oh, ik heb 5 of 10 jaar. Yeah. Ik heb een titulis. Kwen roko, kwen umbe, moet ook weten. Daarna, kwen wees nandi. Wees naar een dokter, wees naar een specialist of ben je ergens anders geweest. Dat is belangrijk. Kunnen ook wel belangrijk. Want ik weet niet, wat voor medicijn heb je gekregen, weet ik niet. Ja. Hoe oud je bent, weet ik niet. Omdat medicamenten die door de huisarts zijn geschreven, dat is niet slecht. Maar allemaal hebben bijwerkingen. En welke bijwerkingen zit erin, dus ga ik onderzoeken. De medicamenten voor je, die heeft de arts uitgeschreven, ik heb het 5 jaar gedronken. Naar bijwerkingen, hoeveel gifstoffen zit erin? Dan ga ik kijken met mijn medicinale kruiden, wat kan ik betekenen voor die bijwerkingen ook. Je moet dus een labtest maken,
hoe hoog je urinezuurgehalte is. En aan de hand van de hoogte maak ik een dosering voor de jeugd. En dan krijgen ze een kuur. En zo vragen we de medicijnen die zijn voorgeschreven, hoe lang, door wie, alles is belangrijk voor mij. En zo heb ik mijn intake voordat ik iets maak. Oké. Heb je ook een geval meegemaakt waarbij dus je patiënt gezegd van ik heb een keertje die kruiden thee gedronken, maar alles is weg, alles is genezen? Oké. In het praktijk toch, Masdoos, we praten nooit over genezing. Oké. We praten over herstel. Ja? Want geen enkel medicijn of wie dat ook kan genezen. We praten over herstel. Ja. Dus als wij een jeugd kruidenthee maken, geven we 3 weken kuur. Maar in die 3 weken kuur, we gaan mag mangan iwa. Dus voor de jeugd? Ja, voor de jeugd. Ja. Geen vleessoorten, geen zoutvlees, geen tomatenpuree, geen tomatenpasta, geen tomatenketchup, geen tomatensardine, geen bier. Dat moet je onthouden ongeveer tussen de 2 maanden lang. Want je moet je lichaam reinigen. Ja. Omdat jicht is de urinezuurgehalte in het bloed, heeft kleine kristal. Dan zit die vast in de botten, dan maak je ontsteking. Maar wat doet de medicamenten van de arts? Die drukt de pijn. Maar mijn kruidenthee die spoelt de urinezuurgehalte uit het bloed en plas het eruit. Dat is het verschil wat ik doe. En voor prostaat cliënten? Ik heb heel veel cliënten die prostaat hebben. Ze moeten een labtest maken hoe hoog hun PSA is. Wat is dat? De PSA is de waarde van je testosteron. Of je prostaat hoog is of laag. En aan de hand van dat labtest, dan krijg ik, PSA is 95. Dat wil zeggen, je bent al een patiënt of een cliënt die al kanker al hebt. Normaal PSA is tot 4,5. Maar sommigen hebben al 20, 25, 30, soms 60, soms 100. Dan komen ze bij mij en aan de hand van het resultaat van de test, dan maak ik een dosering. Heb je cliënten gehad, dus jonge mensen gehad, die ook last hebben van prostaat? Tot nu toe heb ik de meeste cliënten die bij mij komen, is boven de 45 jaar. Want meestal hebben de ouderen last van prostaat? Meestal boven de 45 jaar hebben ze last van prostaat. Beneden heb ik nog niet gezien. En krijg je ook boze cliënten of boze patiënten bij je, dus voor je deur, dat het niet helpt of zo? Oké. Eén ding moet men niet vergeten. Als een cliënt bij me komt, ik laat een intake invullen. Ik zeg ze, aan de hand van uw resultaat van de labtest, maak ik een dosering. Ik ga niet zomaar wat maken. En u heeft 3 weken de tijd om weer een feedback te geven. Heeft het geholpen? Is het minder? Is het hoger? Dat weet ik niet. Na 3 weken, als ze weer naar de lab gaan, dan komen ze met een resultaat, dan gaan we kijken. Dus het was 45, zei ik 35. P.A.W.I., P.K.P.A.R.I. Dus je werk safety, je bent helemaal gedekt. Zo moet het zijn. En dus zo moet je ook werken. Met afstemming van de resultaten van de arts. Klopt. En daarom heb ik al mijn data. Okay. Alles wordt in een data gezet. Dus vandaag of morgen kan niemand zeggen, we kunnen pas stellen mee bij ons, er is toch aan een jepje. Maar die actieinformatie voorzien. Okay. Dus zo werk ik. Dus een deskundige, u bent een deskundige op dit gebied, staat u wel geregistreerd bij het ministerie van Volksgezondheid? Oké, ik ga eerlijk zeggen, in 2019 had ik een verzoek ingediend om erkend te worden. En die erkenning heb ik gekregen. Oké. Op grond waarvan heb ik aangevraagd?
omdat ik heel veel cliënten heb uit Nederland. En hun hebben een pakket in Nederland dat het wordt vergoed. Dus als ze bij mij komen, dan vragen ze me, Stanley, bent u erkend? Erkend. Ik zeg nee, ik zal wel een aanvraag doen. En toen ik de aanvraag heb gevraagd, heb ik aangegeven waar mijn cliënten zijn. Ik heb cliënten op de Franse kant, daar heb ik ook poli. Ik heb cliënten in Nederland, ik heb cliënten op de Antillen, ik heb cliënten in Suriname, ik heb cliënten in Frankrijk, ik heb cliënten in Denemarken, ik heb cliënten in Amerika. En allemaal hebben we data. En ik ben zelf geregistreerd in Nederland als gezondzorgtherapeut, waar aan de hand van je opleiding krijg je een licentie en ik werk met de licentie in Nederland. Om licentie te kunnen krijgen, wat zijn de voorwaarden? De voorwaarden om een licentie te krijgen moet je gediplomeerd zijn. En ik heb mijn diploma, het is een medisch-therapeutische vorming en je diploma moet aangeven dat je anatomie, pathologie, sociologie in je vak hebt. Ook in Suriname gegaan of in het buitenland? Nee, dit is in het buitenland. Alles wat ik heb gedaan is in het buitenland. Ja. Voor de pemerso, sing tan sata kormati, opo sing di terangake dening Mas Stanley, iku putrane, ibu Paimo Katija, ya wis terang lan gamblang anggone nompo pengajaran iku rak ning Suriname, nompo pengajaran kanggo ngirewangi masyarakat iku ning Monconegoro, ya nang negara Londo, duwe ijazah kanggo opo sing diaturake mau kaya dene mau terapi enak nandangi kerjaan ya julukane terapeut lek mona sing digawe acara iku terapi laiku Mas Stanley Santaris duweni kaweruh lan duweni katunungan kanggo ngirewangi wong saka Monconegoro iku mau diaturake saka Denmark saka Guyana Prancis, songko negara Londo, songko Antillen, lekmo, wong-wong iku mau duweni sikte cost versekering lah nak bni mertombo neng Monconegoro perlu ono bukti neng, lekku mulane Mas Stanley kepekso golek izin, kepekso golek palilah songko negara, songko Kementerian Kesehatan utawa Ministeri van Volksgezondheid ing wektune tahun 2019 wis bisa ono kenyataan bisa ono kewujudan liwat songko beskeking songko Kementerian Kesehatan sing dibutuhake dening para iku geneiser songko pengobatan alternatif ya iku ijin sing kaya mengkono ning negara Suriname kanggo gawe obat kanggo nambah nikmo durung keanggep kaya dene tuan dokter ananging ono bedane pengobatan liwat songko ya iku obat-obat nikmo Mas Stanley ora ngomongake medicine ngomongake kreidet tea iku ono bedane ananging kanggone apa ikmo ngobati ikmo ya ono kewujudane lan Mas Stanley mau ngomong kanggo nyambut gawe bab anggone ngrewangi para lengganan ya liwat songko panelitian miturut apa sing dialami dening para klien apa pasien pitulungan songko tuan dokter menawa ngenake lab test apa lab undersuk lha iku digawe nyambut gawe dening Mas Stanley mengko nanggone ikmo gawene obat miturut ya miturut bukti iku sing dibutuhake piro apa diabotke apa dientengake anggone gawe obat iku mau ya liwat songko panelitian wis terang-terang gamblang ora ngawur dawake Mas Stanley mau ora ngawur ya miturut apa sing omongane kaya Janoko alus aku itu kaya Dursasana ngomongane keras ngene iki lah Mas Stanley omongane alus kaya Janoko ya senajan alus kaya ngene ya kena dirungokke inter kepenak nang talingan to enak lan kepenak nang talingan apa sing diterang-terangake dening Mas Stanley Santaris
Heb je nog plannen om je te bekwamen op dat gebied? Dus nu ben je al bekend om verder te bekwamen. Heb je nog plannen? Ik heb wel heel veel plannen. Het plan is dat niet alleen het twee kroontje wordt, maar laten wij als Japanen die de medicinale planten, wij in Bamban in die weer, laten we het koesteren. Laten we het herplanten. Laten we meer weten wat onze voorouders als contractarbeiders die naar Suriname zijn gekomen, wat hebben ze gebracht, omdat Chaman Bien waren ze niet zo wijs om te schrijven, om op te slaan. De nieuwe generatie moeten we dat kunnen doen. Dit is wat onze voorouders hebben gebracht. En dat probeer ik nu naar de samenleving. Niet alleen maar dat ik training geef, maar kennisoverdracht aan de Javaanse gemeenschap, maar ook andere soorten bevolkingsgroepen die volgen mij training. Niet alleen maar omdat je Javaan bent, nee, Sopo zijn klemplaatsjaar, maakt niks uit van welke volk je bent. Kom. En zo geef ik elke jaar. Binnenkort ga ik weer geven in het buitenland. Maar hier heb ik al zoveel keer gegeven, niet alleen maar onder de Javanen, maar onder andere bevolking. Oké, ik sprak zo net over kruidenthee. Is er ook een middel om dus tegen de pandemie te gebruiken? We hebben, dat is dat, het zwarte, kan je het van me nemen? Ja. Dit? Ja, oké. Dit is voor de verhoogde weerstand. Dit heb ik gemaakt. Dus eigenlijk om je weerstand te verhogen? Ja, we praten het niet. We praten om je weerstand. Ja? Te versterken. Je lichaam. Je lichaam. De meeste mensen die gaan vaccineren, dat is niet slecht. Ze kunnen dat ook doen. Dat is om die antistof in jouw lichaam te versterken. Want vaccin is geen medicijn. Nee. Ja? Dit is om je immuunsysteem te boosteren, waardoor je versterkt wordt. En hier heb ik sinds 2020, maart tot de dag van vandaag, 1400 mensen geholpen, gedocumenteerd. Dus je hebt het geregistreerd? Ja. Plus heb ik ongeveer 120 mensen die al in het ziekenhuis lagen, die besmet zijn. Hebben ze dit gedronken? Hebben ze het bewijs gestuurd dat ze zijn genezen verklaard? Maar okay. Er is een maar. Er is nog geen onderzoek in Suriname. Je bent positief, maar je bent automatisch genezen. Je bent positief, maar je hebt dit gedronken, je bent ook genezen. Ja? Ja. Dus er is nog geen onderzoek wat heeft geleid dat ik beter ben geworden. En dat wachten we. Wat zal het ministerie van Volksgezondheid in hun onderzoek doen? Wat heeft geleid dat zoveel mensen zijn positief, maar toch genezen zijn verklaard? Ja, ja. Zonder medicijn. Maar wat ik maak is om je immuunsysteem te boosteren. Dat is het verschil. Oké. Maar Stan, ben je akkoord met de mensen of met de deskundigen van Volksgezondheid dat de mensen zich moeten laten vaccineren? Kijk, in Suriname heeft iedereen eigen keus. Ja. Of je wil of je niet wil. Ja toch? Het is vrij. De wetenschap heeft kunnen uitwijzen dat als je gevaccineerd, dan ben je ook beschermd. Ja. En waarom doe je het niet? Ben je al gevaccineerd? Ik ben al gevaccineerd, 2 maal. Oké, misschien kan je onze kijkers triggeren om het spuitje te halen. Kijk, lieve mensen, als je gaat vaccineren, drink goed, eet goed. Vitamine C, vitamine D, vitamine B12. Als je twijfelt, booster jezelf. We hebben deze drank voor mensen die
aan het twijfelen. Ze komen en ze drinken dit. En na 3 dagen gaan ze vaccineren. Ze komen weer, ze bellen me. Niks is gebeurd. Maar wat ik mee wil geven, eet gezond. Dat is heel belangrijk. Ja. En je kan alles doen als je niet gezond eet, vooral met onderliggende klachten. Al heb je suiker, al heb je bloeddruk, eet gezond. En dat is heel belangrijk. Krungu, para pemirsa sing tansah tak hormati, Mas Stanley wis komplit jibo vaksinasi kaping loro. Iku ora obat, iku piranti kanggo apa iku mau njogo keselamatan, njogo keamanan ning badanmu, nggawe antistoffer kanggo nulak apa sing bakal temeko. Terus ora obat iku anti piranti kanggo nggawe piranti kanggo nggawe antistoffer supaya nikmo ora nerajang awakmu senajan sampean keterajang pak geblok iku ora bebayani. Ono sing wis divaksinir komplit yo pindho yo bisa keterajang ananging ora bebayani nganti dirawat neng rumah sakit iku dilepokne nang intensive care ora. Terus Mas Stanley ikmu nggawene lindungan kanggo jipuk vaksinasi menawa sanksi menawa kuatir yaiku awake di kencengke awake dirusakne ora dirusak men roso iku ngombe apa sing digawe dening Mas Stanley ikmu yo salah sijine omben kanggo nggawene kesehatan marang sampean kanggo nggawene kesehatan luwe apik marang badane sampean. Mulane ojo kuatir, ojo sanksi, ojo wedi, ayo podo nyipuk vaksinasi supaya nikmu negara Suriname bisa aman. Lana aman ya bisa nyambung penguripan kaya sak mestine kaya mau-maune. Pak geblok corona mulai ing wektune taun sing kepungkur iku madyaning bulan Maret. Lah iki wis merong taun ya wis taun setengah yen padha ndendeng, yen padha ndablek ora njipuk vaksinasi ya terus-terusan ngene wae. Ing wektune dina setu sing kepungkur iku sing ketularan nang 431. Aku ora ngomongke sing matek, mati apa matek padha ae. Sing ketularan pak geblok corona 431 ulane ayo nggatekake karo apa sing digawe waleran apa sing digawe ataan dening pemerintah entot slot masten wil gee vrae om dit vraaggesprek af te ronde welk boodskap het ook mag zijn en welke bewoordingen je gaat doen alsjeblieft. Ja, oké. Maar dus, ik wil de jongeren, vooral de jongeren van de Javaanse afkomst, koester wat je voorouder heeft achtergelaten. Laten wij meer leren over wat ze achter hebben gelaten en hoe wij in deze tijd ermee kunnen gaan. En vooral vraag ik de medicinale kruiden van onze voorouders. Laten we dat naar boven brengen. Laten we dat herplanten. Als je iets niet weet, je kunt me altijd bellen, vragen. En dan kan ik wat advies geven. Ja? Dat wil ik meegeven. Als misschien kan je je nummers doorgeven. Ja. Ik ben te bereiken op 746-8670. Of je kan me volgen op FB Stanley Santaris. Dan ziet hij alles van mij. Mag ik je bedanken dat je je kennis met onze kijkers wil delen, Mas. Ja. Dus succes met je activiteiten. Ja. Want je zei zo net dat je ook binnenkort een lezing gaat houden in Nederland. Dus succes. Ja. Oké, para pemirsa sing tansah tak hormati. Apa sing diaturake dening Mas Ten, iku sakjane luwe akeh. Ananging mung setengah jam siaran iki ya diringkes. Sir bekno mar ler reik kanggo sapa wae kepingin ngerti
alamat ik pengen ngerti nomor ik mau wis diomongake nomor masten yen arep opo iku njaluk katerangan menawa arep arep njaluk ya kepengin ngerti opo iku arep nambah ning ngene yang opo ya moro ngene masten lim terus matur kesuwun marang sapa wae sing padha ndelok siaran iki menawa ana klera-klerune anggon kita aturan ya nyuwun maaf donga dinongo aku lan sampeyan bisa kepro meneh ning sambungan nomor 36 iki mau sambungan nomor 35 dat was dan forward betref deze aflevering van Plenchong het was aflevering nomor 35 en zou ik zeggen bedankt voor het willen kijken en graag tot een andere keer, en wel aflevering nummer 36. Goedenavond.